Nou, Duip, zijn eerste kans. Zijn eerste kans. Maar geen goal. Mahrez voorkomt de 0-1. In de zesde minuut. In de naastoot via Van Vels. En hier houdt Volendam een hoekschop aan over. Kwakman door de benen van Mahrez. Nou, ook een tweede man voorbij. Kees Kwakman opent dan wel de score. En wandelt eigenlijk door dat 16 meter gebied. Alsof het hem geen enkele moeite kost. Alsof hij jarenlang spits is van beroep. Dit is alweer zijn derde van dit seizoen. Mahrez gezien. Schrooien gezien. En misschien dat Kaya er nog aan zit met één hand. Maar het is niet genoeg om hier de goal van Volendam te voorkomen. Maar dat ging wel bijzonder gemakkelijk, zeg. Oh, misgetast door Dengering. Van Velzen. En een eigen goal. En 2-0 voor Volendam. De ongelukkige is Juri Schrooien. Wat een begin, zeg, hier in Sittard. Ja, eerst gaat de Dengering al de mist in. Dat mag je gerust toch stellen. Als je een bal zo mist, dan gaat Van Vels aan de wandel. Die denkt, nou, uithalen. En dan schiet Schrooien die bal onberispelijk binnen. En leiden de Volendammers comfortabel met 2-0. Ja, maar wel een cadeautje van Mahrez. Duip. Steltenpol, Van Zon aan de rechterkant. Steltenpol mag het doen, daar is Kaya en Kaya doet het goed. Zorgt ervoor dat de problemen niet nog groter worden voor Fortuna. Tuit op links, Van Zon, Tuit heeft al een kans gehad. Ja, ook zijn tweede weet hij niet te verzilveren in zijn jubileumwedstrijd. Kwakman heeft gegooid. Steltenpol kan niet verlengen. Tuip kan hem afleggen. Van Zon. Nee, kan zelf uithalen. En dit is alweer een goal voor Volendam, zeg. Nog niet iedereen zit op zijn stoel. Want de tweede helft is nog geen halve minuut oud. Of Kaya moet alweer vissen. Tuip natuurlijk pikt ook weer een goaltje mee. Een ingooi die verwarring sticht. Dengering. Ja, je kan het niet echt uitverdedigen noemen, toch, wat hij doet. De rechtsback tikt hem zo via het midden in de voeten van Tuip. En 0-3. Mert, ah, dat ziet er wel goed uit, hoor. Schitterende aanval. Verhulst voorkomt de goal. En daarna kan Hutte het niet afmaken. Maar dit was mooi van de ploeg van Peter van Vossen. Kijk, weer die linkerkant. Nou, dat draait best aardig in de tweede helft. En dan haalt Schrooien niet onverdienstelijk uit. Van Zon, Steltenpol meldt zich voor de goal. Van Zon, wat kan hij uit deze hoek? Het zal toch niet waar zijn, hè? Het zal toch niet waar zijn? Je gelooft je ogen niet. Van Zon kijkt. Hij wil Steltenpol in stelling brengen. En hoeveel pech kan je in één wedstrijd wel niet hebben? Tweede eigen doelpunt van de wedstrijd van Juri Schrooien. Van Kippersluis. Mertens meldt zich voor de goal. Van Kippersluis. En ja, toch een vijfde goal. Het is Daniel van Zon die het mag afmaken. Invaller Kevin van Kippersluis. Bal gaat er langs bij Schrooien, de linksback. Die hem, dat zal toch niet, nog als laatste heeft geraakt. Ja, hij raakt hem nog. Half minuutje nog op de klok. Lachmucci en Kees Kwakman. En het halve dozijn is een feit. 0-6.
Daar gaat Kwakman al lopen van buiten de 16. Staat er vrij in de rug van Niels Vets. En dan kan hij zo lekker omhoog gaan en die bal naar de verre hoek sturen. Een afstraffing van Jewelsen hier vanavond voor Fortuna Sittard. Joeri Schrooien. Hij scoorde 2 keer in eigen goal. En dat was ook een bijdrage aan de eindstand van 0-6.